Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag donderdag. Het is weer lekker warm. Dus Pascal en ik gaan lekker naar het Balatonmeer toe. Daar een paar uurtjes vertoeven. Ik ga even de beestjes in de stal zetten. Al zijn de schapen al zelf naar binnen gekomen. Maar ik ga even de ponies ook halen. Want het is nu... Ik krijg de poort niet dicht. Het is 10 uur en het is al 30 graden. Dus het wordt weer... een lekkere warme dag. Dat betekent dat wij de beestjes overdag binnen houden. En dan in de ochtend heel vroeg mogen ze naar buiten. En 's avonds laat mogen ze nog een keer lekker naar buiten. Omdat ze gewoon zelf gaan ze de schaduw niet in. Ze zijn een beetje eigenwijs, die beestjes van ons. Dus ik ga hun even binnen zetten en dan meteen slippertjes pakken, een handdoekje. En dan kunnen wij lekker richting het water. Nibbit, kom. Nibbit, kom je ook? Kom maar, Nip. We gaan al. Kom maar. Kom maar, Nipje. Nugget, kom. Daar komen ze. Kom. Kom, je kleine jongen. Yo, de ponies komen eraan. Kunnen die ook even lekker in het stalletje. En dan straks, als het weer wat koeler is, mogen ze wel lekker naar buiten. Kom maar, jongens. Kijk, dat doen ze al heel braaf. Als één. Kom maar naar binnen. Kom maar naar binnen, kom maar naar binnen. Kom maar naar binnen. Nugget ook. Nugget, kom. Doe je snoetje naar binnen. Snoetje naar binnen. Ja, goed zo. Deurtje gaat even toe. Zo, jongens. Mogen jullie strak naar buiten als het een beetje koeler is, hè? Ja. Ga ik jullie strak nog even lekker poetsen, Nuggie? Jou ook, hè? Ja, jou ook. Wij zijn aangekomen in Balatonlel. Ik loop nu op de parkeerplaats. We gaan even richting het water. Daar even rondkijken. Misschien even het water in. Maar eerst gaan we even een ijsje halen. Dat is wel lekker voor op het vuistje, want het is zo warm. Dan kunnen we even een beetje afkoelen. Wij zijn weer terug thuis van het Balatonmeer. Ik sta hier bij de stal van de diertjes, want ik heb mijn poetsmandje meegenomen. Ik ga de ponnetjes even op mijn gemakje poetsen. En ik heb een emmer vol met stukjes watermeloen. Dat vinden de schapen heel lekker. En de hondjes ook. En ik wil even kijken of deze twee jongetjes dat ook lusten. Ik denk het wel. Hij sowieso, want dat is sowieso een vreedzak, Nibbit. En Nugget die moet altijd een beetje alles aftasten. Ik denk dat ik ze ook even nieuwe vlechtjes ga maken, want ze zijn aan het zweten onder hun maantjes. Dus dat ga ik ook doen. Allemaal gewoon lekker in het stalletje in de schaduw. En dan kunnen ze vanavond naar buiten. Maar ja, ik ga aan de slag. Dat is lekker, hè? Ja, Alleen nu. Kijk met je toeter. Ja, dat ook.
Ik ben weer fantastisch in dat vloggen. Ik heb volgens mij wel iets gefilmd als ik hun ben aan het poetsen. Maar ik heb net Nibbit ook even afgespoten met tuinslang. Want ik ben hier nou de waterbak even opnieuw voor het maken. Dan hebben ze wel lekker fris water. En dan heb ik bij Nugget ook gedaan. Dat is de kleine, die staat nou op de grond. Niet in het stromen op de grond. Maar die vindt alles altijd heel spannend. Dus die heeft één schoudertje nat. Dat ging super goed. En toen heb ik het positief afgesloten door ermee te stoppen. Dus hij is nog niet helemaal gedoucht. Maar het blijft hier nog wel een paar weken. Als het niet maanden is, heel erg warm. Dus ook dat afspoelen kan ik met hem in babystapjes gaan doen. Bij hem duurt het gewoon allemaal ietsjes langer. En dat is ook helemaal niet erg. Want we hebben natuurlijk tijd genoeg om hem alles stap voor stap te leren. Ga nou de waterbak vullen. Ook in de wijn ga ik heel even naar binnen afkoelen. Want ik zweet met de platter. En ik denk dat we dan vanavond even in het zwembad ploffen nog. Moet ook nog wat dingetjes oogsten in de moestuin. Want er is weer een broccoli klaar. En volgens mij ook nog een paar boontjes. Dus dat gaan we vanavond doen. Maar voor nu is het wel weer goed geweest. De hondjes hebben het ook warm. Die liggen hier ook bij mij te wachten. Kijk, alleen hij staat nog. De rest ligt alles op apengapen. Dus die neem ik duidelijk ook lekker mee naar binnen. Oeh, lekker koud. Dat is fijn, hè? Mag ik nou wel verder? Ja? Doei, hè? Ik ben de stal aan het afspuiten. Op een ander standje wel. Zo, op rin. Maar Nibbit die wou nog even met het water spelen. Nugget niet. Maar Nibbit vond dat dat wel nog even kon. Weer een leuke oogst vandaag. Een hele grote broccoli. Heel veel augurken. Heel veel snijbonen. Twee grote courgetten. Wat spaziebonen, wat spekbonen. En heel veel snackkomkommers. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik heb net alle diertjes verzorgd hier thuis en de grote paarden aan de overkant van de straat ook. Ik ga nu hier de ramen lappen, want ik weet niet of je dat een beetje kan zien, maar kijk, dat is echt moedig. Zie je dat? Nee, ik denk het niet. Misschien op mijn vinger. Lekker stoffig. Dat is wel een nadeel aan het wonen hier. Het is hier heel erg stoffig, dus die ramen moeten echt één keer in de twee weken en eigenlijk is dat nog te weinig. Ik zou dat eigenlijk elke week moeten doen, maar dit is nou niet echt een klusje wat ik heel leuk vind. Vandaag hadden we niet echt een planning. We wouden alleen even naar de supermarkt gaan, want dat is wel nodig. Pascal heeft van alles geoogst wat hij wil gaan inmaken, dus we hebben nieuwe azijn nodig, want dat is ook al wel bijna op. Dus dat moeten we even gaan halen. Maar de buurman stond gisteravond naar de poort met de vraag of ik hun hond vandaag eventueel wou scheren. Ze hebben een supergrote Sint-Bernard, dat is echt een reus van een hond. Die is 2 jaar geleden heel erg ziek geweest en daar hebben ze haar acuut moeten castreren. Het is wel een teef, maar ze hebben de baarmoeder en alles eruit gehaald, dus dan noemen ze dat castreren. Daardoor is haar vacht helemaal ontploft, dat zie je heel vaak bij honden die gecastreerd zijn. En borstelen vindt zij niet leuk, de buren vanzelf volgens mij ook niet. Dus die hond die ziet eruit, het is echt een trimmers grootste nachtmerrie hoe dat beest erbij loopt. Dus ja, dat gezien haar leeftijd, want ze is 8, ik weet niet of ik dat al heb gezegd. Dus voor een grote hond is dat best al oud. Dus ze is qua lichamelijk staat een beetje in dezelfde fase als Bootje. Ze houdt niet meer van al dat prullen en zo, dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat gaan. Maar qua vacht zelf zit er niks anders op helaas dan kaal te scheren. Dus dat wordt zoiets. Niet echt heel mooie reclame voor mij. Maar voor die hond is het wel veel en veel beter. Want ze zit nou gewoon helemaal in de klit en in de vilt. En het is gewoon heel dik en veel haar. Dus die dochter die komt dadelijk deze kant op met haar samen. En dan ga ik samen met die dochter gaan we die hond even onder handen nemen. Ik weet niet hoe ver ik dat kan filmen, want zij blijft erbij. Ik weet niet of zij op film wil of niet. Ik kan wel een voor- en een nafoto maken, dat wil ik sowieso even gaan doen. Maar dan weten jullie een beetje wat de planning is voor vandaag. Als ik iets ga filmen, ga ik dat doen. Zo niet, doe ik dat niet en pak jullie er gewoon straks al bij. Maar nu eerst even alle ramen van het trimsalonnetje to be gaan wassen en van het huis. Want nu schijnt de zon nog niet heel erg op het huis en op de trimsalon, dus dan kan ik dat nog even goed doen. Ik heb genoeg verteld, ik ga gauw beginnen. Nou, de hond is klaar, Bello. Ik ben alleen vergeten foto's en filmpjes te maken. Ik heb al één foto en ik kan jullie het haar laten zien. Kijk, het was wel echt tijd, zeg maar. Dit is één grote vulplakkaat, dus we hebben een heel blij hondje.
en blije buurtjes. Ik ga hier nou even een rotzooi opruimen en dan heel even naar binnen wat eten. Het is echt heel warm. Oh, ik moet ook nog even de grote paarden van de bij af gaan plukken, dus dat ga ik zo eerst even doen. Maar dit even opruimen en dan is het tijd voor andere dingetjes. Kijk, dit is er van de hond afgekomen. Dat is heel veel haar. Echt heel veel haar. Zo, ik ben weer op stal. Ik ga zomaar even zijn graasmasker aandoen. Kijk, nou kunnen jullie het wel beter zien. Het is een soort muilkorf ideetje. Maar ik kan er gewoon mee eten, alleen niet zoveel. Maar die mag nou af. Dan mag die deze om, want daar zit zijn franjels aan voor de vliegjes. En dan geef ik ze even nieuw hooi. En dan ga ik naar huis even een boodschappenbriefje maken, want de boodschapjes moeten ook nog gedaan worden vandaag. Ik ben onderweg naar de winkel. Ik heb jullie even op het dashboard geparkeerd. Oké, zo kan ik met twee handen rijden. Maar ik wil jullie even iets vertellen. Hier in Hongarije is het namelijk normaal, net zoals het vroeger in Nederland was, dat je af en toe eens iets doet voor je buren en hun doen dan iets terug. Dus ik heb nou hun hond geschoren, want dat was echt nodig. En hun hebben ons geholpen met het regelen van stro voor onze diertjes. Dus dat wordt binnenkort door hun naar ons toegebracht. Nou willen hun dat wel betalen, dat trimmen van die hond. Maar ik had zoiets van, dat gaan we gewoon niet doen. Hun helpen ons ook. Dus dit is een vriendendienst. Dus ik krijg hier ook niet voor betaald. Maar zo kom je wel een beetje meer weer in contact met je buren. Dus het heeft allemaal voordelen voor ons. En voor hun dus ook, want hun hond die heeft het nou minder warm. Hij lag net al lekker in de schaduw onder de boom, zag ik toen ik thuis wegreed. Dus volgens mij hebben wij iemand heel erg gelukkig gemaakt. Maar ik ga nou even naar de supermarkt. Pascal die is thuis. Een cake bakken met stukjes appel dat we nog hadden. En dan wachten we weer even tot het minder warm is. Want het is nu 36 graden, volgens de auto. Dus lekker warm. En vanavond gaan wij dan weer even lekker de moestuin in. Alles water geven. En we moeten nog een stroomdraad gaan spannen tussen de paddock van ons en de omheining van de buren naast de moestuin, zeg maar. Want Nibbit en Nugget, onze kleine ponies, die hebben bedacht dat de buren ook een hele lekkere tuin hebben. Dus die lopen tegen die draad van die buren aan te beuken omdat ze naar die plantjes willen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus we gaan daar een stroomdraadje spannen, zodat in ieder geval de omheining van de buren heel blijft. En de ponies aan ons kant van de tuin blijven zitten. Dus dat gaan we vanavond doen. We gaan eerst even lekkere weekboodschapjes gaan doen. Het is etenstijd. Ik heb hier van de ponies. Moet ik nog even een ander bakje doen van de honden. Van de katjes. En dan moet ik nog even het schapenvoer gaan halen. En dan kunnen er een paar aan tafel. Gels, heb je honger? Mama. En de heeft honger, hè. Mackie, ben je al klaar? Dat is een snelle jong. Hey, hallo. Waar ga je nou heen? Jullie mogen naar buiten. Dan kan ik het stalletje schoonmaken. Ja. Gaan jullie nog niet weg? Nugget daar, die is nog aan het eten. Die eet altijd een beetje langzamer als de rest. Schaapjes die zijn klaar. En Nibbit die is alvast naar de wei. Want dat is een vreedzakje. Die is altijd zo klaar met eten. Kijk, die is al hier. En daar komen hun. En die kleine. Aan de kant, zegt Nuggy. Coming through. Zo, dan kunnen ze wel lekker naar buiten. Het is nog steeds warm hoor. Het is nu zo'n 34 graden ongeveer. Het is 5:30 nu.
De beestjes die staan buiten, dat heb ik net laten zien. Ik ga daarachter even de paddock een beetje opruimen, alle poepjes weghalen. En dan hebben we de beestjes gehad voor vandaag. Dan gaan we dadelijk nog even lekker de moestuin in, water geven. En ik laat jullie dadelijk nog wat zien in de bakken voor het nieuwe trimsalon, waar Pascal had gezaaid. Want daar zijn al dingetjes aan het opkomen. Echt bizar, dat hebben we deze week gezaaid. En door het warme weer komt daar gewoon nu al van alles op. Dus we gaan zo even daar spieken. Maar ik ga eerst hier even een beetje al die kleine poepjes weghalen. Dit is trouwens het hekwerk van de buren, waar de ponies en de schapen een beetje op gemunt hebben. Want kijk, hun moestuin die staat echt volop in bloei en groei. Die hebben echt een mega moestuin, helemaal tot daarachter. En dan dat hele stuk. En dit hele stuk. Maar onze beestjes willen dat opeten, dus die lopen hier de hele tijd tegen te duwen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, dus we gaan hier dadelijk prikpaaltjes zetten langs af. Ook even om de hoop puin heen die we nog steeds moeten weghalen. En om de compostbakken heen, zodat we daar in ieder geval afblijven. En dat die draad blijft staan, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat ons vee dit van de buren gaat slopen. Ik ben eerst even hier de bende in de stal aan het opruimen, want kijk, ze hebben er een hele goede puinzooi van gemaakt. Dus dat ga ik eerst doen. Dan even nu water geven, want deze bak was helemaal vol en schoon. En in één dag tijd hebben ze hem half leeg gedronken en vies gemaakt. Dus daar moet ook nu water in. En dan hebben we daarachter, oh, dat was de bezem tegen de camera, hebben we daarachter nog een waterbak staan. Dus als ik toch bezig ben, maak ik die ook maar meteen even schoon. Dan hebben ze wel lekker vers drinkwater. En dan ga ik even de paddock harken. Ik heb het echt warm. Ik weet eigenlijk niet waarom ik daar niet gewoon mee wacht tot de zon weg is. Maar ik heb het nu in mijn hoofd, dus dat moet nu gebeuren. Nou, we hebben hier uit het net de paaltjes gehaald. Dus ik ga nu het net oprollen, dat dat netjes opgeborgen kan worden. En terwijl is Pascal daarachter begonnen met het prelaten van de prikpaaltjes die eruit komen. Hangen we daar even twee touwtjes aan. En dan sluiten we die aan op de stroom. En dan blijven de beestjes van die draad van de buren af. Tenminste, dat is het idee. Kijk, Pascal's vriendinnen komen ook even kijken. Die is wel grappig, die doen altijd praten tegen Pascal. Dat dus. Tegen mij doen ze dat niet, alleen tegen hem. Die hebben het ook warm, die gaan weer terug het stalletje in, denk ik. Ja. Arme beestjes toch. Hebben jullie het ook warm? Jullie vinden het vooral heel rot dat jullie achter het hekje moeten wachten. Hè? Hier, die gaas gaat trouwens binnenkort ook weg. En dan komen daar ook schaaphekjes. Dat is veel beter als dit. Maar dit draadje voldoet nu prima, zodat de honden bij de schapen erachter weg blijven. Tada! Dat is mooi opgerold. Kijk, het eerste draadje is gespannen. Er komt hier nog een definitief iets met dezelfde palen als dit. Maar die worden nog besteld tegelijk met het hekwerk voor daarachter. Ik heb hier zakjes. Die ga ik aan het koord bevestigen. Zodat de ponies en de schapen het koord zien staan. Want dit is natuurlijk weer nieuw. En we willen niet dat ze daar onnodig aan gaan hangen. Dus op deze manier zien ze het in ieder geval. Kijk, dit is het stuk weide van onszelf. Dat hadden ze al kaal gegeten. Maar hier zijn ze ook heel erg goed op weg. Dat is ook praktisch kaal. Dus we gaan hier achter, daar is een opening. Gaan we voor de schapen een stuk afzetten. Vanavond of morgen of zo even kijken. Dat die nog een stuk naar daar kunnen gaan. Ponies niet, die blijven fijn aan deze kant. Want veel gras is niet goed voor hun. Maar dan kunnen de schapen in ieder geval iets meer gras grazen. Dat is voor hun wel goed. Ponies worden er alleen maar dik van. Schaapjes hebben dat nodig. Kijk, we hebben hier gras genoeg. Kijk, hier hebben we echt gras zat voor de schaapjes. Maar dit is natuurlijk nog niet omheind zoals dat daar is. Komt nog. Maar de schapen kunnen hier prima staan met de schapennet die we hebben. Dus dat is wat we gaan doen. Morgen, niet meer vandaag toch? Nee, morgen.
Ja, dat is een planning voor morgen. Vandaag moeten we nog de moestuin water geven. En we moeten in het zwembad zitten, dat is ook heel belangrijk. Dus dat gaan we dadelijk als eerst doen, hè? En we moeten nog eten maken. Wat moeten we nog meer doen? Ik moet de ponies nog poetsen, that's it. Dan hebben we het wel gehad voor vandaag. De waterbak is gevuld. Tijdelijke touwtjes zijn gespannen. Hoog tijd om in het zwembad te gaan plonsen. Kijk, dit is wat Pascal begin van de week heeft gezaaid. En wat er gewoon uitkomt. Dit zijn drie rijen kruidenmix. En hier rucola. Kijk hoe goed dat al gaat. Echt bizar. Binnen een paar dagen gewoon, hè. Terwijl Pascal daar water is in het geven en moest zijn, ben ik even met de camera in de wei gaan zitten. Want ik wou wat foto's maken van de ponies en de schaapjes. Morgen hebben we de paardjes alweer een week. Dus ik dacht, dat is wel leuk om dan weer wat nieuwe foto's op Facebook te gaan zetten. Dus ik ga even met mijn cameraatje aan de slag. Foto's maken met deze twee is nog een challenge. Ze hebben last van de vliegjes. Daarom kwispelen ze een beetje met hun staart. Maar kijk, ze staan of te eten. Of ze kijken niet. Of ze staan nog meer te eten. Nog meer te eten. Nog meer te eten. Nog meer te eten. En nog meer te eten. Ik had het eigenlijk wel leuk gevonden als ze naar de lens zouden kijken. Maar ik denk niet dat dat hem gaat worden vandaag. Dus dan moet ik het morgen nog maar eens even opnieuw gaan proberen, denk ik. Ah, jullie willen spelen. Zullen we er een paar keer gooien? Ja, een paar keer. Oké, en dan is het weer klaar, ja? Goed zo. Ah, Bo, had jij hem? Kom maar. Oh, Fendel, zijn ze weggerend? Zijn ze weggerend, Toeteke? Goed zo, Jimmy. Kom hier. Eén keer, oké? Ja, super. Goed zo, baby. Ouch, klaar. Dat was leuk, hè? Oh, jullie hebben er nog één gevonden. Nee, nee, nee. Het is veel te vroeg om te blaffen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik heb net hier achter mij met de hondjes in de weide gespeeld, terwijl de schaapjes en de ponies nog zijn aan het eten. Ik ga mezelf nu even bij elkaar rappen en dan richting de grote paardjes. Ik zal maar even verzorgen. Het heeft vanmorgen geregend, dus dat is wel lekker. Mag voor mij nog iets langer regenen. In Nederland zeggen ze denk ik heel iets anders. Maar wij zijn blij met alles wat we kunnen krijgen, want deze weide hier, dat stuk achter mij waar de honden op liggen, die kan echt wel een goede regenbui gebruiken. Dus het mag nog wel even doorgaan. De lucht is nog grijs. Dus misschien valt er nog iets uit. Al denk ik het niet. Het wordt vandaag ook iets koeler. Het wordt vandaag 28 graden in de plaats van 35. Dus daar zijn we stiekem ook al blij mee. Want dan kunnen we tenminste even iets gaan doen vandaag. Ga maar lekker buiten spelen. Het is een beetje koeler. Doei. Hoi Nibbit. Je hebt druppels op je neusje, Nibbit. Dag schaapjes. Goedemorgen kleine Nuggie. Wat doen de hondjes dan? Zijn die in boksen? Dat is gekke Nuggie. Zijn die in boksen? Nuggie, je broer is al weg, hè? Hallo, Nuggie, kijk. Nee? Hondjes kijken? Quinn, wat doe je daar? Wat doet Quinny? Kijk, de paardjes staan al klaar voor hun ontbijtje. Ik ga Jess nou de bakken daar vullen en hun krijgen een cookie. En dan mogen ze lekker naar de wei. De lucht is nog steeds grijs, aan die kant vooral, kijk. Misschien valt er daar nog meer regen, wie weet. Kijk, met dat ik het zag, begint het weer lekker te regenen.
paardjes vinden dat wel fijn. Is lekker verkoelend voor ze. Ik ga even verder met mijn poepschepavontuur en dan weer op naar huis. Kijk, daar ligt nog van alles. Daar. Somma en ik staan hier even samen lekker droog in de schuilstal te wachten tot de regen erover is. Kijk, het rugje is al helemaal nat. Ik denk dat hij al fijn verkoelend vindt. Er staat hier een beetje hooi te eten. Is dat lekker? Zo, ik ga even deze jongen lekker poetsen. Appie wordt ook gepoetst. Die wacht even op zijn mama, Ab. En als ik dat heb gedaan, kan die naar de wei en dan kan ik lekker naar huis. Hoi jongen, wat je poetsen? Oh, lekker. Ik weet niet in hoeverre je mij kunt verstaan, want het waait best hard. Vandaag is niet zo'n super mooi weer. Het is nu zo'n 25 graden ongeveer, dus prima weer om hier buiten aan de slag te gaan. De beestjes staan hier in de wei en ik sta nu achter de wei, wat ook ons stuk is. Dit stuk hier hebben ze ook kaal gegeten toen we de netten eromheen hadden staan. Ik ga nu aan die kant en aan die kant een baan maaien met mijn goede vriend de bosmaaier, zodat we daar de schapennetten kunnen gaan plaatsen en dat de schapen ook naar deze kant kunnen. Zoals ik al zei, die kunnen wel wat meer gras gebruiken, ponies niet. Dus we gaan dit even klaarmaken, dan kan ik die netten gaan spannen en dan kunnen de schaapjes naar deze kant toe. Ik had trouwens een reactie gekregen onder een van de video's waarom ik altijd met de bosmaaier rondren en niet Pascal. Nou, dat heeft eigenlijk twee redenen. Punt 1, het praktische. Pascal is veel langer als ik. En moet een beetje gebukt staan als hij met de bosmaaier aan de gang gaat. Dus dat. En ik ben echt zo'n lompe boer Trien. Dus hoe lomper het werk is, dus dit soort dingen, vind ik super leuk om te doen. Pascal ook, maar ik heb dit werk toegeëigend. Dus ik vind dat gewoon heel leuk om met de bosmaaier rond te rennen. En met de grasmaaier ook. Al wisselen we dat vaker een beetje af. Maar dit is meer mijn ding. Gewoon omdat het Pascal ook niet vermoeiend. Maar omdat hij lang is, staat hij altijd gebukt. En dan krijgt hij natuurlijk last van aan zijn rug als hij dat langer moet doen. En ik heb daar allemaal geen last van. Dus ik ga met de bosmaaier aan de slag hier. En als ik dat allemaal heb gemaaid, of niet, ik ga niet alles maaien. Alleen een pad dat stroomdraad niet het gras raakt, maar gewoon vrij staat op de grond. En als ik dat heb gedaan, kan ik de netten gaan spannen. Misschien kan Pascal daar wel even mee helpen, dat weet ik niet. Hij is nou in zijn visstalletje bezig, alles klaar aan het maken. Want hij gaat begin volgende maand alweer op visvakantie voor een weekje. Dus dat is lekker. Maar dan kan hij nu, op zo'n dag als vandaag, dat het niet zo'n fantastisch weer is, kan die mooie dag al zijn spulletjes gaan klaarmaken en ordenen. Dus genoeg verteld, ik ga hier even met de bosmaaier aan de slag. Kijk, ik heb nou daar gedaan, zo, en dan hier langs, en nu moet ik nog hier omhoog. En dan kunnen we de schapennetten bevestigen aan de draad daarachter. En dan hebben ze dit stukje om nu te eten. Als dat kaal is, gaan we naar het volgende stukje, en dan naar het volgende stukje en het volgende stukje.
Zo, het draadje staat. Hondjes en ik kunnen weer naar binnen toe. Kijk, hier alles weggemaaid. En dan zo helemaal rondom ook. En daar hebben we dan het draadje geplaatst. Mijn weideprojectje zit erop. Pascal die schiet ook aardig op in zijn wiskamer. Ik ga nou binnen het huishouden doen. Dus voor jullie niet meer heel veel interessants om te filmen. Ik ga daarom ook deze video afsluiten. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Geef ons een like. Abonneer op ons kanaal. Iemand wordt er heel moe van. En nog steeds moe. Laat hieronder een leuke reactie achter. En dan zien we jullie woensdag terug bij een nieuwe video. Doei! Zeg maar dag dag, Nucky. Nee? Geen dag dag? Doei!